dag? Nee. Oh, ik al een klein beetje. Succes, jongens. Alex Maas komt onze boys trainen. Kapot maken. Hebben jullie er zin in? Alle vrouwen in Utopia zijn ook een beetje zenuwachtig. Want ja, er komt wel echt een keer een vent binnen in Utopia. Dat is natuurlijk wel chill. Franny helemaal uit haar doen. Echt compleet in paniek. Ik ben helemaal uit mijn doen, jongens. Gaat hij vieze dingen met je doen, denk je? Joachim, Gerrit, Timothy en Brinden willen dit jaar werken aan een lekker strak en afgetraind lichaam. Een uitdaging waar de amateur bodybuilders niet alleen aan beginnen. Ze hebben krachtpatser Alex Maas, bekend van Temptation Island, gevraagd om hen te helpen aan een killer body met spieren van staal. Ik zit vriendin bij. Wie is dat? Die vlees is. Nooit. Hij kan er niet blijven slapen. Nee. Vind je Alex lekker? Het is niet mijn type. Jouw type wel? Ja, het is niet mijn team, maar het is wel lekker. Ja? Ik ga even kijken hoe die jongens gaan huilen. Nou, je gaat gewoon even kijken naar Alex. Nee. Tuurlijk wel. Eén. Kon je het niet zonder shirt doen? Voel me verdoofd en toch zit je in mijn hoofd nu. Ik had het beloofd, maar toch zit je in mijn hoofd nu. Ik had even hoop, maar nu zit je in mijn hoofd. Oh, 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 hey. Zit je in mijn hoofd nu. Zit je in mijn hoofd nu. Dankjewel. Een factuur van 5000 euro. Ja, leg maar even uit. Kleding op factuur. Nou. Nee! Hey Merel, hier Patty Bart. Ik ontving een heel lief mailtje van Milène dat ze mij wil uitnodigen in Utopia speciaal voor jou. Want jij zit vandaag 1 jaar in Utopia. Oh my God. Maar door een hele volle agenda, je ziet het, kan ik helaas niet langskomen. Maar ik wil je op deze manier toch verrassen, want ik begreep dat jij mijn grootste fan bent. Ja. Het is jouw droom om shownieuws te presenteren. Werk hard om je dromen te realiseren. En soms gaat dat met vallen en met opstaan. Ik wil jou en de andere Utopianen heel veel succes en plezier wensen de laatste maanden van Utopia. Zet hem op met z'n allen en een dikke kus van mij en van iedereen hier bij Ik Hou van Holland. Dit is echt geweldig. Dit is echt fantastisch. Oh nee hoor, die is gewoon tijdens de opdracht. Ja! Betty! Oké, daar gebaat. Ik had helemaal zo'n lookalike weer. Dat dacht ik. Oh mijn god. Hey. Oh, dit is zo leuk gedaan. Ja, ja. Ja, leuk. Wat lief. Ja, dat ziet ze er goed uit. Ja, oh, ja. Die lente. Dankjewel. Ja. Oh mijn god, Patty. Dit heeft ze gewoon speciaal voor mij opgenomen. Ja. Kijk mijn hand. Ja. Hallo. Hi. Hi, Lotus. Hi, ja. Oh, hi, Shelly. Hi, Fanny. Wat leuk dat ik hier ben. Spannend. Ja, heb je zin in? Ja, ik vind het wel echt spannend. Ben ik klaar voor? Ik ben zenuwachtig. Echt? Ja. Ja. Brandy, die heb ik überhaupt nog nooit zien sporten. Nee. En Lotus eigenlijk ook niet. Nee. Wat is iedereen lekker bezig, jongens? Recht? Ja. En dit open. Goed zo. En dan weer vol. Hebben jullie ooit wel eens gesport? Ja. Goed zo. Oké, omdraaien. Ik kan mijn benen nog een bijna niet meer bewegen. Die trillen gewoon helemaal. Goed gedaan. Yes. Top. Wie is dat, jongens? Is dat zo? Nee. Hey. Goedendag. Hi. Hoi, hey, John. Hallo. John de Wolf. Ja. Goedemorgen. Goedendag. Goedemorgen. Brennan. Hi, Jan. Hey. Dus dit was je verrassing, of niet? Ja, jij hoorde al wat, hè? Ik denk, Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi. Oh, John. Goedemorgen. De grootste fan van mijn vrouw. Is dat zo? Echt een vader. Dat zei ze vannacht. Hey, goedemorgen. Hey.
Hoe is die man? Ja, kun ik beter aan jou vragen. Ja, maar ja, een beetje afgevallen. Ja? Ja, een beetje hoor. Dat begrijp ik. Dan leuk dat je er bent. Ja? Ja, we gaan wel even wat doen. Vrouw jaloers naar man. Is dat zo? Ja, echt serieus. Ja, kijk jij op tv bent. Ah, Johnny. Ja? Ja. Maar we gaan ook wat doen, hè? Gaan we vandaag wat doen? Ja, natuurlijk. Wat gaan we doen dan? Blijf ademen, hè. Ja, blijf ademen. Twee. Verder afrollen. Juist. Drie. Goed zo, heel goed. Heel goed. Heel goed. Kijk, die lunches gaan ook goed, hè? Ja, ga maar door, ga maar door. Haal hem uit je heup. Kom maar. Hup. Kracht zetten, uitblazen. Blijf rechtop zitten. Niet naar beneden, rechtop blijven. Zo ja, rechtop. Hup. En haal hem uit je heupen. En rust. Kooi! Nee! Wow, dat is best een groot kooi. Hoi, oh my god! Dit is zo cool! Jij moet binnen. Hoi, ja, ik ben Merel. Hoi, ik ben Thomas. Oh, leuk zeg! Hoe is het? Hoi, ik ben Merel. Ja, super. Dit is hem, hè? Oh, dit is hem. Jongens, mijn kooi is er! En kijk wie hem komt binnen! Hoi. Leuk, hè? Hoi. Ben jij Brenda? Ja, dat ben ik. Hoi. Je bent Mani. Nee? Ik ben er gewoon hier nog meer achter gekomen. Dat knippen en kleuren en gewoon het kappersvak is gewoon echt mijn passie. Dit is mijn passie, inderdaad. Ja. Weet je, daar wil je gewoon alles aan doen om daar de beste in te worden. Juist. En dat doel te bereiken, misschien wat je wil bereiken. Ik weet niet wat jouw doel is. Mijn doel is wel gewoon hier mijn eigen salon op te zetten. En dan echt zo'n leuke salon waar het gewoon gezellig is. Maar waar ook natuurlijk gewoon goed werk verricht wordt. Kijk, weet je wat ik zat te denken? No. Je hebt hier twee kapsters. Ja. Maar het lijkt alsof hier maar één kapster is. Ja, klopt. Ze kiezen nu allemaal voor Brenda, omdat zij niks anders daarnaast doen. Nou, als ik nou gewoon jou zo'n soort van opdrachtje meegeef. Oh, leuk. En ik kom gewoon over een maand of zo eens terug. Oh, dat vind ik heel leuk. En als ik denk van, hé, eens eventjes kijken van, ja, hoe ze het heeft volbracht. Leuk. Ik wil een model staan. Eerst een model is binnen. Hoppakee. Mag ik de koe bepalen? Ja, is goed. Afgesproken. Oh. Mag ik er ook even bij komen zitten? Zometeen. Oké. Heel eventjes. Ik wil heel even wat bespreken. Is goed. En inderdaad ook net, want ik ga natuurlijk die opdracht geven. Dan hebben we nog wel eventjes contact. Heel leuk. Krijg je opdracht? Ja, heel, heel leuk. Ik wil eventjes kijken hoe goed ze is. So you got a job to do, lady. Dat vind ik heel leuk. Als jullie eventjes iedereen even bij elkaar halen, dan ga ik nog eventjes wat tegen de groep zeggen. En ik heb nog een leuke verrassing voor jullie. Zou jullie er ook even bij willen komen? Ja, tuurlijk. Mari wil nog wat vertellen. Ik vond het echt gek om hier heel even te zijn. Maar ik heb ook nog een hele leuke verrassing voor jullie. Want ik heb nog best wel wat leuke kleding achter de hand met kleur. Dus die gaat gewoon deze kant op komen. We can do better. Over een maand weer. Hallo. Hey. Oh, heb je het gedaan? Ja. Hoi. Ik ben Fanny. Super gaaf dat je er bent. Ja, ik vind het echt heel leuk. Ja. Nou, super fijn dat jullie allemaal bijeen zijn gekomen. Zoals jullie zien is Christina Curry hier. Ik heb haar uitgenodigd om mij te helpen met mijn depressie, waar ik al een half jaar last van heb. Ik kan me vinden in heel veel dingen wat je hebt gezegd. Ik heb ook van jongs af aan altijd gedacht, waarom ben ik hier eigenlijk? Dat je een soort van voelt alsof je hier al heel vaak bent geweest en dat je niet echt een reden of een doel ziet waarom je zou moeten blijven. Ja. En ik ben ook heel vaak aangerand en misbruikt door andere mensen. Mm-hmm. Ik heb mezelf ook laten misbruiken. Mm-hmm. Maar het is wel gewoon mogelijk om echt gelukkig te worden. Ja. Ja, ik praat daar ook niet vaak over, maar ik heb eigenlijk altijd heel raar gedragen vroeger. Omdat ik ook heel veel nare dingen heb meegemaakt en gezien en die zijn bij me gebeurd. Maar ik kan eindelijk wakker worden en gelukkig zijn omdat ik zoveel mensen om me heen heb die van mij houden. En ik denk dat jij dat ook gewoon hebt en hier ook bent om dat te ontvangen. Jij bent Adriaan. Ik ben Adriaan, klopt helemaal. Ik ben Erik. Hoi Erik, welkom in Topia. Komt jouw fiets er als eerste uit? Ja. En die mag je gebruiken tot op de rest. Oh, te gek. Dat is echt een mooi ding. Nou, laat het maar eens even zien. Ja.
Hoi, Gerrit. Hoi, Erik Dekker. Aangenaam. Ja, dit is hem. Wauw, cool. Deze mag ik gebruiken. Te gek, hè? Hoe lang doe je erover, Adriaan? Ik hoop 1,5 uur. Dat is wel een realistisch denkbeeld, hoop ik. Ja, je bent wel heel fit, hè? Dat scheelt. Oh, je ziet er goed uit. Als je mij mag je op dag wel zo rondlopen. Je bent net een echte wielrenner. Ja, we kunnen aan de slag. Mannen, veel plezier. Ja, dankjewel. Thank you. Succes met trainen. Hey, ik zie je boven. Dat denk ik ook wel, ja. Goed gedaan, man. Merel wil geld gaan verdienen met haar vlogs. Alleen weten de volgers haar nog niet echt te vinden. Haar online leven kan wel een impuls gebruiken. En professioneel vlogster Bobby Eden en haar man Mark willen best al wat tips met haar delen. Nou, hier hebben we Timothy en we gaan eens even kijken. Hallo! Wij zijn de drie vrienden. Goed jullie te ontmoeten. Timothy. Dat ben ik. Ja, van Vanity. Dus jij ligt de hele dag te neuken hier? Nee, sinds kort pas. En jij ligt ernaast met je hoofd. Ja. Ik heb meegedaan met je. Is het te doen of niet? Ja. Ik zou er gewoon bij gaan liggen. Dan moet je toch een huisje voor jezelf gaan regelen? Ook gelijk onthulling voor mij dit, hè? Heel veel geluk, jongens. Dankjewel. Wees lief voor elkaar. Zeker. Welkom, Panter. Mag ik even heel eerlijk zijn? Ja? Jouw vlog, hoe heet het? Op weg met de Panter. Oké. Maar als iemand ziet de vlog voorbij komen op weg met de Panter. En je naam is je sterke punt. Want mensen iedereen kennen jou. Moet wel weten dat jij Merel bent. Je bent Merel uit Utopia. Dus als ze zien vlog van de Panther, dan weten ze niet van... hé, dat is van Merel. Wat zijn ze eigenlijk aan het doen nu? Wat? Bobby, Eden en Mark. Waar zitten in de knipsalon? Maar wat zijn dat? Vloggen, krijgen ze tips. Zouden die nog voor ons wel graag ontmoeten? Dat zou ik wel. Je bent op weg met de Panther en Bobby! Superleuk, ik heb net vlogles gehad van Bobby. En je hebt echt fantastische ideeën. Willy Wortelmomenten. Hallo, Willy ik heb fantastische ideeën. Ja, jij maar jij bent er even zijn, niet. Maar jij bent er niet. Nou, moet jij eens opletten of ik er ben. Okay. Wij moeten even zijn. Mark heeft ook goede ideeën, absoluut. Echt top. Want in principe qua het vloggen op zichzelf, weet je wel, dat gaat toch gewoon prima? Ja. Hi, Milene. Hoi. Welkom. Hi, Milene. Dames en heren, jullie mogen allemaal naar voren komen. We gaan zo meteen de tattoo shop openen. Ja, toch. Eerst deze. Dit is mijn nieuwe single, The Kid. I was the kid on the corner selling chocolate cigarettes with my friend. I was the kid. Kun je erbij staan? Kun je die trap af? Dan gaan we naartoe lopen. Dat is cool. Ja? Cards on the wheels on my BMX. Van die kant op. Racing hard, chasing girls, we kiss and forget. Hij is nu open, hè, dames en heren. Dus ik weet niet wie een tattoo wil laten zetten. Maar de Utopia Tattoo Shop is open. Gefeliciteerd, jongens! Yeah, yeah! Waar zijn ze? Daar zijn ze. Gefeliciteerd! Succes, hè? Yeah. Ook succes. I was the... Ja! Yeah. 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 Oh my god. Hoi! Hey. Dat is Kim Holland. Kijk! Dat meen je niet. Wat? Wat grappig. Hoe heet je? Kim. Kim Holland. Oh, natuurlijk! Yeah. We gaan er een feestje van bouwen, jongens. Kom je bij ons wonen? Hey, jongen. Ja, wat dacht je? Wat? Ben je serieus? Hey. Was dat ook echt je kist? Heb je er al in gekeken? Ja. Uh-huh. Ja, ik. Sorry. Oké. Okay. Ja. Wat zullen we gaan doen, jongens? Waar gaan we beginnen? Ja, nou laten we even jullie allemaal verzamelen. Nee, ik geloof hier helemaal niks van, jongen. Jens, de nieuwe inwoner. Oh, tof. Hoi. Hi. Hi, jongen. Hi. Goed je te zien, hè? Ja, van harte welkom. Ga je bij Gerrit in de tent, volgens mij? Ja. Nee, jongens, ik blijf hier niet. Nee. Boven. Ja, ik vind het wel een klein beetje jammer, echt. Ik doe coaching. Oh, dat vind ik lachen. Met name door alles wat hier speelt, is het natuurlijk hartstikke leuk om eens even alles bij elkaar te zetten. Nou, het is bijna zover. Hebben we er zin in? Ja, dat dacht ik ook. Geef ze een groot applaus, dames en heren. De drie J's. Wij zijn de drie J's. En wij kwamen hier optreden in Utopia voor een goed doel, namelijk om geld in te zamelen voor de bewoners.
of wij Utopia aan zouden kunnen. Ik niet. Echt niet. Nee, ik heb er wel over nagedacht. Ik denk echt niet dat ik het langer dan 2 dagen vol zou houden. Dan zou ik echt luid jankend onder een boom gaan zitten. Ach, kijk hem daar nou eens gaan. Door de regen fietst een Utopia. Utopia! We houden van de molens, de blowers, shawarma, boerenkolen, werkers, bazen, Sinterklaas en hazen. Utopia! Dit is het laatste uurtje! Stilstaan is officieel verboden! Iedereen zingt ey! We zingen ey! Hey! In de gloria, in de gloria, in de gloria. Oh. Ja, moet je voorstellen, vroeger betaalde ze je €10.000 voor. Nou jongens, ja, ik kwam voor jou. Ja. Ja, Gerrit had mij een mailtje gestuurd. Ja. Omdat hij er heel graag bovenop wil. Ja, ik kan me beter gelijk gewoon een beetje plat zeggen.